Het adventsproject van dit jaar heeft als titel Help jij me hopen? We lezen bijzondere, hoopgevende verhalen. Bijvoorbeeld over de vijgenboom, die als eerste laat zien dat de lente komt. Een hoopgevend verhaal. We lezen ook over Johannes de Doper, die mensen vertelt over een nieuw begin en dat God dichtbij komt. We horen ook hoe Johannes de Doper aan mensen vertelt wat zij kunnen doen om te leven met dat nieuwe begin, om hoopgevend te leven. Deel met wie minder heeft, wees eerlijk en goed voor elkaar. Op de vierde zondag van Advent horen we over de engel die bij Maria komt en vertelt dat Jezus geboren zal worden, als teken van hoop voor alle mensen. Met kerst horen we natuurlijk dat Jezus geboren wordt in een stal in Bethlehem en dat herders de eerste zijn die dat grote nieuws mogen horen. En op de zondag na kerst horen we over Hanna en Simeon. Zij hoopten al heel lang op de Messias die komen zou en ze zien dat hun hoop werkelijkheid is geworden. Bijzondere verhalen dus die we in deze periode verbeeld hebben op een kalender van de hoop. Elke zondag kan die kalender worden bekeken en de kalender wordt aangevuld met waar jullie in de kerk, jong en oud, op hopen, waar je naar uitkijkt. Zo kan het project echt een gemeenteproject worden waarin je je hoop met elkaar deelt. Voor elke zondag zijn er bij dit project ook video's gemaakt waarin kinderen en volwassenen vertellen waar zij op hopen en waar ze gelukkig van worden, waar ze hoop van krijgen. Er is ook weer een gezinsboekje gemaakt met voor elke dag een nieuwe bladzijde om thuis samen toe te leven na kerst. Er staan voorleesverhalen in, activiteiten, spelletjes en nog heel veel meer. En het project kan worden afgesloten met een kerstmusical over hoopbedrijf Klaboen. Het is eerst nog een sloopbedrijf, maar dat verandert in een hoopbedrijf. Ik wens je heel veel inspiratie en plezier met dit project en alvast een hele mooie kerst.